We laten jullie nu zien hoe je naald verwisselt. Dit lepeltje dat stond scheef, dus dan breidt je steek niet meer mooi. Je haalt de strip eruit tot net zo ver dat je bij de naald bent. Dan kan je de naald iets omhoog drukken, dat de achterkant naar boven komt. Ik wil deze kant pakken. Dan trek je de naald eruit. Op dezelfde manier doe je de naald weer in. Je hebt hem er zo uitgetrokken. Nu gaat hij zo weer naar binnen. Je drukt de naald naar beneden. En er zit weer een nieuwe naald tussen. Dan pak je een kammetje. Je houdt je naalden tegen. En je drukt de strip. Ja, je gebruikt dat kammetje om de naalden naar beneden te drukken, zodat de strip er langs kan, hè? Ja, ja, dat klopt. Tot hij helemaal weer zover is dat alle naalden weer plat liggen. We gaan nu opzetten met de weefborstels. We gaan naalden naar voren zetten. De naalden die je nodig bent. Je zet de helft dus om en om weer terug in de weerstand. En de andere blijven naar voren staan. Omdat het heet opzetten met de weefborstels, zet je de weefborstels in werking. Je pakt je garen. Kijk een beetje welke steekgrootte je nodig bent. Ik denk dat deze wel iets van 7 kan. Je doet het lipje open. Draad erin, goed naar achteren. Lipje weer dicht. Dan pak je de draad onder de afstrijker en leg je over de naalden. Deze draad moet niet te kort zijn, want zodra je naar links gaat, kun je merken dat die draad wat doet, omdat die steken moet maken. Alles moet op normaal, dus deze op N. En dit allemaal niet in werking. En als je hem nu losjes vasthoudt, dan zie je dat die draad wat doet. En wat we al eerder zeiden, het is geen mooie opzet, maar voor proeflappen en je wilt even iets uitproberen, is dit een hele makkelijke opzet, want je hebt de steken op. Even met je duim weer tegenhouden. En de brother heeft een opzetkam. Kijken waar die is. Ik denk die ligt daar achter. Daar ligt er ook één. Ja. Ja, een korte en een lange. En hier de korte. Dan. De korte, ja. Kijk, dit is de opzetkam die de brother erbij heeft. Dus in principe had je die ertussen kunnen hangen. Maar zoals ik al zei, ik werk daar eigenlijk heel weinig mee. Omdat mijn eerste machine was een zilverriet, of een empiezaal eigenlijk. En die hadden geen opzetkam, dus daar was ik ook niet aan gewend. Maar als je hem wel hebt en je vindt dat makkelijk, dan hoef je de naalden niet naar voren te zetten. Ze zitten dus niet echt mooi in. Kijk, dat kan je ook zien. Maar het is ook geen mooie opzet. Dus in principe gebruik je dit niet voor als je wil beginnen met een trui. Of het kan natuurlijk wel als je daar weer leuke dingen mee wil gaan doen.
Kijk, en je kan ook zien dat eigenlijk dit gewoon allemaal lusjes zijn, waardoor je die draad ook aan kunt trekken. Dat je dus, als je vooral veel zeg maar kinderdingen maakt met... van speelgoed, poppetjes en noem maar op, dan is dit al heel makkelijk om die draad dan meteen aan te trekken. Dit was dus opzetten met de weefborstels.